Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Vandaag live en op Skype met de geweldige David Galla. Hey. Ja, thuis applaus en zo. David, dat is er. Ik heb aan de mensen gevraagd om op Facebook een hoop titels door te sturen. En ik heb er een hoop geweldige gekregen, want ze nooit allemaal kunnen doen. Maar ik heb er eentje van Svenja Steegmans. Misschien dan gewoon Sven en wilt hij gewoon bevestiging? Sven, ja, ja. Svenja Steegmans. Of is het een meisje misschien? Of is het een meisje, dat kan ook. Of iemand Svenja. Die zichzelf heeft omgebouwd. Of iemand met een heel rare ouders die zoiets had. Dus Svenja. 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 Waarschijnlijk ook al in het stadhuis. En hoe komt die kind daar? Sven. Sven? Svenja. Ja, Svenja. Op en aan de rekker. Ja. Dus Svenja heeft een titel. Er was eens een prinses met grote okselvijvers. Mooi. Ja. Mooi. Dat kan een probleem zijn in Sprookjesland, dus hier gaan we. Er was eens een prinses met veel te grote okselvijvers. Dat klopt. Maar die okselvijvers waren de okselvijvers van een prinses. Dat waren prachtige okselvijvers. Er zaten zwanen op haar okselvijvers. Er was een klein bootje op haar okselvijvers, die zo ging in het maanlicht. Het was prachtig om ze te zien, haar okselvijvers. Maar Haar okselvijvers waren gewoon een hele mooie wereld die er bovenop kwam. Maar er was een maar, inderdaad. Ja. Ook in die okselvijvers, ja, dat is stilstaand water, okselvijvers. Dus na de loop van tijd, zeker als de zwanen op zitten, die kakken in het water van die okselvijvers, dat begint te rieken. Dus die okselvijvers waren wel heel mooi. Het waren prinsessen-okselvijvers, maar ze stonken als de pest. Ja, waardoor dan niemand nog in de buurt wou komen van onze prinses. De prinses had ook een naam, Benjamina Krabbe, met veel te grote okselvijvers. Ja. En ook heel slechte moppen ook. Ja, heel slechte moppen. Oh. Ja. Stonk. En dan vertelde ze ook nog eens dwaze moppen ook. Ja, heel hoog voorhoofd had ze ook. Ja, oh ja. Maar ja, dat is, prinsessen zijn zo, dat is een beetje inteeltachtig. Ja, en hij is ook die rare Benjamina Krabbe. Ja, met haar okselvijvers, klopt. Nu, Benjamina, die wou graag vrienden hebben. Vrienden, ook om mee te spelen. Want die had een hoop blokken thuis om mee te spelen. Maar ja, niemand kwam met haar blokken meespelen. Omwille van haar okselvijvers. Dus ze ging altijd over haar ook, omdat ze zo klein was. Ze ging dan ook naar de lokale tovenaar die beneden in het kasteel zat. Een magier. En daar ging ze vragen van, hey, Percamontos. Percamontos. Ja, Percamentos. Hele frisse adem met die mensen altijd. Ja. wat eigenlijk fantastisch was, want dat was het gouden duo. Dat was die man dat ze nodig had. Die man rook altijd goed Percamentos. En hij deed ook altijd zo de deur om. Met zijn staf in zijn handen. Ja. Ja. En het rare aan die staf was dat er daar bolletjes uitkwamen die lekker roken. Zo, dat was heel raar. Dus die natine, en met zijn duim deed ze poep. En uit zijn staf van Percamentos kwam er een lekker geurend bolken. Ja, en je kon er alles mee doen met dat bolken. Je kon dat opeten, dan rook je adem fris. Je kon dat in je foef steken, dan rook je je foef fris. Je kon dat in je gat steken, dan kwam het er terug uit, want zo gaat dat. En dus ze kwam toe bij Percamentos en ze klopte op zijn deur. Percamentos liep naar de deur en deed open. Ja. Zoals Percamentos altijd deed. Benjamina, kom maar even binnen. Dat is lang geleden. En Benjamina liep binnen in de magierkamer van Percamentos. Ja. Wat ze niet had gezien, Benjamina, was dat het niet Percamentos was, maar de wolf die Percamentos had opgegeten en de kleren van Percamentos had aangedaan. En dat was ook... Ze zei van... Maar ben jij het, Percamentos? Ja, ja, ik ben het, ik ben het. Maar waarom stink je zo? Normaal gezien ruik je toch lekker? Dat is omdat ik een beetje ziek ben, zei en de... trouwens, het is wie dat zegt. Jij stinkt ook gigantisch met jouw okselvijvers. Weet jij van mijn okselvijvers, zei Benjamina. Heel het land weet van jouw okselvijvers, beste Benjamina. Ja, ja. En toen zei Benjamina deze woorden. Hey, manneke. Bye.
Ik ben een meisje, ik heb wel mijn trots. Hè. Ja. Ik moet dat niet zomaar openlijk zeggen. Hè. Ja. En ze zei van, kijk, zegt ze, Pergamentos, ik ben hier feitelijk om iets te doen aan mijn okselvijvers, want die stinken ongelooflijk. En ik zou graag hebben dat je zo een van je magische bolletjes zo onder in mijn oksels steekt, zodat dat ik weer prachtige prinsessenvijvers heb met zwanen die niet zo dood liggen op de oppervlakte, maar dat het weer iets moois wordt met maanlicht en vogels. Ja. En dat er een prins komt met zijn wit paard drinken uit mijn okselvijvers. Nu was die wolf gescheten, want die kon geen witte bolletjes toveren. Nee, die zat daar. Niemand mocht weten dat hem daar zat. Die zat daar al niet lang. Die betaalde geen huur. Die kreeg pensioen van Pergamentos. Dus die wou niet dat iemand wist dat Pergamentos dood was. Die had gewoon zijn identiteit gepakt, feitelijk. Ja, en de wolf zei van, oh, ik heb nog iets beter. Ik heb bruine bolletjes. Ik heb bruine bolletjes dat ik kan toveren. En die zijn nog beter. Die ruiken niet zo fris. En die komen helemaal van onder mijn kleed tevoorschijn. Maar die zijn nog beter. Oh ja, zei Benjamina Krabbe. Oh ja, ik wil wel zo'n bruin bolleken. Of twee misschien, want ik heb twee oksels, zei ze. En doe er maar drie, want ik wil ook een frisse adem. Ja. En die zei, weet je wat, zei de wolf. Zei Pergamentos. Ah, dat is één zelfs persoon, hè. Die zei van, wel, doe die mond open en zet u. Ik zal zo'n bolleken in uw mond doen. En op dat moment ging Benjamina liggen en kakte de wolf in haar mond. Ja. Hij kakte ook nog twee drolletjes in haar okselvijvers. Ja. En Benjamina dacht van, wauw, nu ben ik geholpen. Ze at met heel veel plezier het drolletje. Het smaakte niet goed, het was warm. Maar ze geloofde Pergamentos. En Pergamentos zei, amai, nu ruik je echt lekker. Ja. Dus ja, ze was content. Ze dacht van, wauw, het is gebeurd. Ik ruik lekker. Dus ze ging weg van het huis van Pergamentos. En ze liep natuurlijk weer naar haar kasteel. En ze kwam toe op het kasteel. En iedereen schrok natuurlijk. Ze dachten van, wat is deze geur? Heeft er iemand in een stront getrappeld? Zeiden de lakeien tegen elkaar. Ja, Benjamina probeerde dichterbij te komen. Maar net zoals bij tegenovergestelde magneten bleef iedereen op een grote afstand van Benjamina. Want nu rook ze niet alleen naar okselvijvers, ze rook ook nog naar kak. Ja, maar ze rook zo erg naar kak dat niemand ooit nog babbelde over haar okselvijvers. Het was gewoon, hé, die stinkt naar kak. Die stinkt naar kak. En zo gebeurde het dat Benjamina geen last meer had van haar okselvijvers, maar heel haar leven de naam, heel haar leven of door het leven moest gaan met de naam de kakprinses. Ja, en daarvan komt de zegswijze rijke stinkers. Dus daarvan. Ja. Omdat alle prinsessen en koningen rijken allemaal naar kak. Ja, inderdaad. Want dat werd dan een gebruik dat ze deden als soort kakken onder de oksels en in de mond. Ja. Dat wordt nu heel vaak gedaan bij royalty. Nu, wat is de moraal van dit verhaal? Dat als je last hebt van een erge geur, ja. Zorg dan dat je een nog ergere geur hebt. Ja. Waardoor dan niemand meer babbelt over je vorige geur. Ja, en dan is dat weg. Dan is dat weg. Opgelost. David Gelle, ik dank u. Beste luisteraars, slaap wel.